Dus ik wil nu graag het woord geven aan Vilma, die ons mee gaat nemen in de eerste presentatie. Dankjewel, Hanneke. Ja, ik was heel blij met de uitnodiging ook om hier iets te vertellen over die bevers. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben werkzaam bij de zoogdiervereniging en sinds begin 1990 ook al met bevers betrokken. Dus ik heb ook een beetje bijna de gehele ontwikkeling vanaf de eerste uitzettingen in 88 kunnen volgen. En ja, dat was een zeer interessante reis en die reis is nog lang niet ten einde, heb ik het idee. Wat betreft de presentatie, ik zal iets over de inhoud vertellen kort. Heel kort ga ik even in op de ecologische rol van de bever en over de ontwikkeling in Nederland. Dan bespreek ik even twee voorbeelden van graafschade in waterkeringen. En uiteindelijk gaan we naar methoden die je zou kunnen gebruiken, of die zou je moeten gebruiken, om problemen met bevers te voorkomen in de waterkeringen. Ja, ik kan me voorstellen dat een deel van jullie met jullie achtergrond denkt van waarom zijn ze in hemelsnaam bevers gaan uitzetten in Nederland? Want ze graven in onze dijken. Dat doen ze inderdaad. Maar er is wel een hele duidelijke afgewogen beslissing geweest om bevers uit te zetten in Nederland, omdat ze een enorme belangrijke ecologische rol hebben. Een bever is echt een enorme belangrijke sleutelsoort. Die bever heeft namelijk allerlei gedragingen waardoor die voor meer soorten meer ruimte creëert. En daarvan ook weer meer individuen. En we horen allemaal de verhalen die afgelopen decennia zijn dat met onze biodiversiteit niet de goede kant op gaat. En de bever die kan ons daar heel goed bij helpen om dat wat beter voor elkaar te krijgen. Er zijn een aantal gedragingen die jullie ongetwijfeld allemaal kennen. Zoals het omknagen van houtige gewassen. Grote eenheden doodhout, kleine eenheden doodhout. Dat resulteert allemaal in nieuwe biotoopjes. Boven water, maar ook onder water. Eenheden doodhout onder water, dat is eigenlijk een heel onbekend fenomeen, maar die zijn ook heel erg belangrijk. Daar ontstaan weer allerlei nieuwe levensgemeenschapjes omheen. Het bouwen van burchten, het bouwen van dammen, dat is waarschijnlijk ook wel bij jullie bekend. Dat geeft ook allemaal weer nieuwe mogelijkheden voor meer soorten. Wat minder bekend is, rechts zie je dat op de dia, het graven van kanaaltjes. Bevers zijn heel goed in staat om naar fourageergebiedjes kanaaltjes te graven. Die kunnen honderden meters lang zijn. In Nederland hebben we er nog niet zoveel. Maar ook dat geeft weer een vergroting van de biodiversiteit in het landschap. En soorten die daarbij bevoordeeld worden, die zijn deels ook heel erg beleidsrelevant. Die in de habitatrichtlijn worden genoemd bijvoorbeeld. Gaan we even naar de populatieontwikkeling. Wat je hier ziet is de ontwikkeling in het aantal bevers uitgedrukt als aantal kilometerhokken met beversporen. Dat gaat dus vanaf 88 met de start van de uitzettingen in de Biesbos. En ik heb vanochtend nog even snel de gegevens over 2019 verwerkt en die erbij gezet. En je ziet dat aanvankelijk kabbelt dat een beetje voort en zo rond 2010 zie je dat het versneld gaat. En die versnelling, dat lijkt nog wel even door te gaan. Met name ook omdat er nog heel veel leefgebied in Nederland is, dat gaan we zo wel even bekijken, waar die bever nog terecht kan. Waar nog geen bevers zitten, terwijl er wel goed leefgebied is. En leefgebied is eigenlijk gewoon een combinatie van water en houtige gewassen en waterplanten en kruiden. Ik heb deze grafiek ook nog even uitgespit naar provincie. Ook weer met 2019 erbij. Nou ja, dan zie je dat Limburg met stip bovenuit steekt. Maar voor de Limburgers is dat geen nieuws. Voor de rest van Nederland misschien wel. Maar in Limburg weten ze dat al langer, dat ze heel veel bevers hebben. Een goede tweede is natuurlijk Gelderland. Maar je ziet een aantal provincies zoals Noord-Brabant, Flevoland, Zuid-Holland. Die zitten ook al redelijk dik in de bevers. En het is eigenlijk nu zo dat er eigenlijk geen provincie meer is waar geen bevers voorkomen. Want in 2019 is er ook weer 1 kilometer hok met een bever in Noord-Holland. En Zeeland is ook een provincie waar het nu allemaal net een beetje opstart. Dus op dit moment hebben we eigenlijk in iedere provincie bevers. En dat vergt wel wat aandacht.
Even de verspreiding. We zien hier 6 kaarten vanaf 88 telkens gelijke stappen naar de huidige verspreiding. En dan zie je aanvankelijk dat die bevers zich aardig goed aan de uitzetlocaties houden. Of locaties waar ze ontsnapt zijn, zoals in Flevoland. Maar dat ze uiteindelijk op allerlei plekken ook gaan opduiken. In het eerste kaartje linksboven, dan zie je de uitzetplek Biesbos. En in 94 is er begonnen in de Gelderse Poort. In Flevoland waren ze ontsnapt. De dieren langs de Maas in Limburg, die komen vanuit Duitsland. Daar leeft een populatie die daar in de vorige eeuw is uitgezet. En dan zie je in de rechtsboven, 2008 is daar een jaartal nog van, dat er ook in Groningen-Drenthe bevers opduiken. Dat is ook een uitzetting. Maar vanuit de andere populatie zie je al dat er meer aan de hand is. Het stroomt langzamerhand dicht. En als we dan nu naar de 2019 kijken, dan zie je eigenlijk dat je één grote populatie hebt in centraal Nederland. Groot deel van het rivierengebied Limburg en Flevoland. Dat kun je eigenlijk nu als één populatie zien. Een tweede kleine populatie zit dus in het noordoosten. Die heeft nu bijna contact met Duitsland. En op termijn zal er ongetwijfeld via Overijssel contact ontstaan met de grote Nederlandse populatie. En dan zie je nog een aantal plekken waar je bevers ziet opduiken, maar dat zijn kleine aantallen. Bijvoorbeeld in Friesland, het gaat waarschijnlijk om 2 of 3 dieren. Zeeland, een enkel dier. Maar wat er nu wel aan de hand is, bijvoorbeeld het buitendijkse deel van het rivierengebied, dat zit nu wel nagenoeg vol. Dus de bevers duiken nu meer in het binnendijkse deel van het rivierengebied en de hogere zandgronden in. En dat is bijvoorbeeld in Brabant heel goed waar te nemen, maar ook in Gelderland en Overijssel vindt dat nu plaats. Dus er is nog behoorlijk wat ruimte. Goed, gaan we eens even kijken naar 2 locaties waar bevers in waterkering hebben gezeten. De eerste is in Waalwijk bij het waterschap Brabantse Delta. Dit is langs de Maas, maar de bevers zaten in het oude Maasje binnendijks. Dat geeft in wezen ook aan dat die graafschade bij je waterkering zowel binnendijks als buitendijks kan ontstaan. In dit geval hoorde ik achteraf dat er in 2010 al een bever zich had gevestigd. Je ziet hier al wat wilgen staan op de oever van de kering. Hier lag een burcht. En het waterschap, geen ervaring met bevers, had gedacht van oké, die burcht ligt aan. Nou ja, ze gaan blijkbaar niet verder de dijk in, dus dat laten we maar even zo. Maar vervolgens onderstonden er ook wat instortingen hier op het taluut. En toen hebben ze in 2015 dus ook die vereniging gebeld en ik ben daar eens gaan kijken. En ik van ja jongens, dit gaat niet goed, dit moet zo snel mogelijk opengegraven worden. En dat hebben we toen ook gedaan. En over een afstand van 20 meter kering hebben we de hele kering open moeten graven, want daar lag een batterij aan holen in. En voor André, ik heb hier een plattegrondje van, dus die kun je wel krijgen. De bevers gingen eigenlijk op dit moment nog niet verder dan 10 meter de oever in, maar als ze wilden, dan kunnen ze verder. Ik heb berekend dat er ongeveer 4 tot 5 kuub grond is uitgegraven op die locatie. En er zaten gangen bij, de meest veelvuldig gebruikte gangen, die waren 1 meter breed en 40 centimeter hoog. En dat was geen kamer, hè, want je hebt gangen om ergens te komen. En dan heb je nog kamers waar die bevers dan liggen. Die kamers zijn meestal ook iets van 80 centimeter breed, 1 meter breed. Maar dit was dus nog een gang van 1 meter breed. Nou, dat ondermijnt de stabiliteit van je dijk behoorlijk, kan ik je vertellen. En de dijkbeheerders werden er ook niet heel erg rustig van, moet ik zeggen. En terecht. Hier moet je wel wat mee. Maar we hebben hem aangevuld en we hebben daar op dat moment dat probleem kunnen verhelpen. Dit is een andere situatie. Dit is 2020. Het Apeldoorns kanaal is een kanaal van 55 kilometer lang. Op 30 kilometer daarvan loopt er parallel een beek, de Grift. En op sommige plekken is die kering die daar ligt, wat niet eens een officiële kering is, maar geloof me, hij houdt echt water tegen. Die is daar maar iets van 11 meter breed. En ook hier waren dus de bevers in gaan graven. De muskelgatenbestrijders hadden dit gevonden.
En hier heb ik wel even een tekeningetje bij gedaan. Dat is heel amateuristisch natuurlijk. Boven zie je het Apeldoorns kanaal. Vervolgens zie je een zone van 4 meter met oever en een fietspad. En dan nog 7 meter tot aan de beek. En die 7 meter hadden ze dus al ingegraven. Dat ze hier nog niet verder zijn gaan graven, heeft er waarschijnlijk mee te maken dat bij het aanleggen van het fietspad de grond wat is aangestampt, daardoor dichter is. Maar als ze willen, kunnen ze verder graven. Maar ze hoeven natuurlijk niet die 4 meter nog eens door te graven om problemen te krijgen. Hè? Want je hebt natuurlijk ook nog zaken als piping. Daarnaast moet je ook even weten dat Apeldoorns kanaal ligt hier 1,5 tot 2 meter hoger dan die beek. En dat op 11 meter. Dus er staat waarschijnlijk ook aardig wat druk op het geheel. Dit is een stuk van 17 meter wat we helemaal hebben uit moeten graven. We hebben daar ook nog een dikke eik weg moeten halen om overal bij te kunnen komen. Want deze oever was dus helemaal begroeid met houtige vegetatie. En dat geeft wel dus problemen als je hier niks aan doet. Dan gaat het gewoon geheid mis. Wat nog wel opvallend was, is de meeste holen die je hier zo ziet, de ingangen. Die ingangen liggen onder water. En na 1 of 2 meter gaan de meeste holen die gaan dan boven het waterpeil uit om daar dan verder te graven. Maar er was er eentje bij, hier in de stippellijn. Die zat veel dieper. En dit zijn natuurlijk de linker jongens. Ten eerste zou je ze kunnen missen. En ten tweede, als die verder doorgraaft, dan is de verdichting onder het fietspad waarschijnlijk veel geringer. Dus je kan daar veel makkelijker ingraven. Ja, en dat zijn denk ik echt de gevaarlijke zaken. Dus André, let daar ook op bij de proeven. Nou, graafschaal die bij normale waterstanden ontstaat, is meestal het geval dan dat het water precies aan de voet van de kering staat. Hier heb je het geval dat die beek pal aan de waterkering stroomt. Dan heb je hele mooie steilrandjes. En steilrandjes zijn juist plekken waar bevers ideaal kunnen graven. Dus dat moet je voorkomen. Bij hoge waterstanden, en ik begrijp van een aantal mensen die ik sprak, dat dit soort fenomenen nog heel onbekend is. Dit is een foto van het waterschap Rivierenland. Dit is bij Nijmegen in 2011, meen ik. Was er een hoogwater in de Ooipolder. En halverwege het taluut van de primaire waterkering ontstond een beverhol. En het probleem is dat je dit dus niet ziet tijdens hoogwater, want bevers, over het algemeen, graven ze alleen maar onder water, de ingangen. Dus dit is ook heel erg link. En dit duidt vaak gewoon, dat weten we niet zeker, maar het is heel waarschijnlijk dat dit erop duidt dat er onvoldoende of ongeschikte hoogwatervluchtplaatsen zijn. Want wat gebeurt er bij een hoogwater? De burchten en holen komen onder water te staan en die bevers moeten toch ergens een droge plek hebben. Aanvankelijk gaan ze boven op een burcht liggen, maar als het water verder stijgt, gaan ze naar andere hoge plekken. Maar als alles overstroomt, wat moeten ze dan? Soms gaan ze in een boom zitten, soms gaan ze in een struik zitten en soms gaan ze dus graven in de dijk. Dat is een zeker risico wat je loopt. Ja, wat kan er dan misgaan? Dit is even een voorbeeldje van AMA's, een kaartje van hun. In dit geval is het een dassenhol, wat hier binnen dijks langs de Maas was ontstaan. Maar ja, das of bever, als de gaten in worden gegraven, ondermijnt dat je dijk. Als het daar mis zou gaan, dan krijg je dus dit soort beelden van wat er aan overstromingsgebied ontstaat, kan ontstaan, afhankelijk ook van je waterstand natuurlijk in je rivier. En dit zijn natuurlijk serieuze problemen, dit wil je echt niet. Dus daar moet je iets mee. Hoe kun je dat nou oplossen? Nou, wat je eigenlijk moet, is met een wat bredere scope gaan kijken hoe het met je dijk is. Als je met dijkverzwaringen bezig bent, moet je eigenlijk ook nadenken van hoe kan ik die dijkverzwaring zo uitvoeren dat ik straks geen probleem heb met bevers. En dat maakt het helemaal niet uit of ze er op dit moment al zitten of niet. Als een uiterwaarde geschikt is voor bevers, maar ze zitten er niet, dan gaan ze nog wel komen. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat je dat echt dus gebiedsbreed bekijkt. Dus niet alleen buitendijks, maar ook binnendijks. Want ook daar kunnen bevers zitten en problemen veroorzaken voor je waterkering.
Nou, je kunt er natuurlijk overal gaas of damwand in zetten, als je daar het geld voor hebt. Maar dat is een bijzonder kostbare oplossing. Vooral ook omdat houten damwanden, wanden, die voldoen waarschijnlijk niet. Hè? Want bevers kunnen ontzettend goed kauwen. Ze kunnen flink knagen. Azobe gaan ze ook gewoon doorheen. Dus tropisch hardhout voldoet ook niet. Dus je komt dan heel snel al in stalen damwand. En dat zijn hele kostbare zaken. Dus dit soort oplossingen zou ik eerder heel erg lokaal gebruiken om kleine problemen, of grote problemen, op kleine schaal op te lossen. En op andere locaties gewoon op een andere manier daarmee om te gaan. Je moet daarnaast ook even nadenken van waarom wordt er hier gegraven, hè, als er al ergens wordt gegraven. En om die informatie allemaal te verzamelen, wat de risico's zijn, waar die bevers zitten, waar de knelpunten liggen, moet je eigenlijk bezig met een inventarisatie, wat de mogelijkheden allemaal zijn rond je dijk. In je uiterwaarden, binnendijks. Dus dat moet je echt landschapsbreed bekijken. Als je dat niet doet, dan kan ik je op je briefje geven dat je vroeg of laat daar problemen mee krijgt. En ja, ik wil eigenlijk de stelling poneren dat je een kering eigenlijk niet goed kunt keuren als je ook geen rekening hebt gehouden met de problemen die kunnen ontstaan als er ook bevers of andere soorten die graven in je dijk kunnen. Dat is denk ik wel essentieel, want je kunt natuurlijk prachtige berekeningen maken tot op de millimeter wat doorbraakrisico's zijn. Nou, dan heb je dat gedaan, heel leuk. Maar als je vervolgens geen rekening houdt dat je ook de risico's op graverij naar beneden moet brengen, ja, dan voor mijn gevoel zijn we dan toch net even verkeerd bezig. En daarnaast, je moet eigenlijk niet wachten op een dijkverzwaring, want die bevers wachten ook niet. Kijk, als je nou op dit moment over een jaar of over 2 jaar richting een dijkverzwaring gaat, kan ik me voorstellen dat je het wel even, voordat je echt bezig gaat om het in kaart te brengen, dat je dat op dat moment doet. Maar er zijn natuurlijk hele dijkvakken die of net zijn geweest en waar ze helaas geen rekening mee hebben gehouden met graverij. Ja, dat soort locaties, ja, daar zul je toch nog eens een keer naar moeten kijken van wat zijn de risico's en hoe kunnen we dat oplossen? En er zijn oplossingen. In 2016, 2017 hebben we vanuit de SODI-vereniging een opdracht uitgevoerd, een onderzoek, opdracht van Rijkswaterstaat Oost en Waterschap Rivierenland, om dat probleem eens een beetje te tackelen met hoogwaterproblemen. En wat we hebben gedaan is bepaalde delen van de Gelderse Poort bij Nijmegen. Daar ben ik eens gaan kijken van hoeveel territoria zijn er eigenlijk aanwezig in sommige uiterwaarden. Hier zien we de Bemmelse Waard vlakbij Nijmegen. Daar heb ik dus eens een inventarisatie gemaakt en een inschatting gemaakt van hoeveel territoria zitten daar van die bevers. Nou, toen waren er 7, nu zijn er inmiddels 8. Dus ook daar groeit het nog. En ja, je kunt je wel iets bij voorstellen, ja, als er meer bevers zitten, dan worden de risico's waarschijnlijk ook groter. Ik heb ook tijdens dat onderzoek gekeken naar mogelijke hoogwatervluchtplaats. Ik heb daar ook zo'n kaart bij gebruikt die Rijkswaterstaat voor mij heeft samengesteld, over stromingsfrequenties. Dit is bij een debiet van 12.000 kuub water bij Lobith. Komt niet zo heel vaak voor, maar ja, het zal maar morgen net gebeuren, zit je toch in de problemen. En er was eigenlijk maar 1 gebied binnen die polder die droog bleef. En dat is een steenfabriek. Alleen, ja, dat ziet er wel aardig groot uit, maar het is maar de vraag of al die verschillende families in dit gebied daar allemaal bij elkaar gaan en kunnen zitten. Je ziet hier wat zwarte omlijnde zaken met een letter of met een cijfer. Dit zijn hogere stukjes in de uiterwaarden die eventueel ook zouden kunnen spelen als hoogwatervluchtplaats. Maar op een gegeven moment stromen ze dus allemaal ook onder. En op dat moment gaan die risico's natuurlijk ook omhoog. En vooral in dit territorium, hier ligt een burcht pal tegen de dijk aan. En dit hogere punt is niet zo hoog dat het, nou ja, laten we het zo zeggen, deze gaat daar heel snel onder water bij een gering hoog water. Dus dit territorium, dat geeft toch wel heel veel risico op graverij in je dijk. Maar hoe groot dat risico is, kunnen we dus niet zeggen. We hebben daar geen ervaringen mee.
Maar we weten dat als er een hoog water is, dat er een kans is dat ze in je taluut van je kering gaan graven. Dus je moet daar iets mee. Er moet nog vervolg gegeven worden aan dit onderzoek. En ik hoop binnenkort toch ook alweer van Rijkswaterstaat en het waterschap te horen om hoe we hier nou weer mee verder gaan. Want ja, het aantal bevers is weer verder toegenomen. En dit is niet de enige uiterwaarde. Ik heb nu net met nieuwe gegevens een berekening gemaakt hoeveel bevers we in het Gelderse deel van het rivierengebied hebben buitendijks. En ik schat dat daar nu minimaal iets van 300 bevers zitten. Dus we hebben het al over behoorlijke aantallen. Dus die risico's worden per jaar ook alleen maar groter. En het aantal hoogwatervluchtplaatsen is denk ik alleen maar kleiner geworden. Dus dit is echt een serieus probleem waar ik me ook echt zorgen over maak. En ik hoop dat jullie ook een beetje die zorgen kunnen gaan delen, zodat we ook iets mee gaan doen en iets gaan doen. Even wat oplossingen die je toe kunt passen met bepaalde problemen met waterkeringen. Wat technische oplossingen. En dit is toe te passen bij normale en bij hoge waterstanden. Hier zie je een oever en hierachter met een beverhol. En hierachter is een lijn getrokken. Dat kan gaas zijn, dat kan damwand zijn. De meeste waterkeringen in Nederland die hebben niet de ruimte, denk ik, om een hol of een burcht van een bever toe te staan. Dus wat je dan in wezen moet doen is dit gaas of deze damwand meer hier vooraan zetten. Waarbij het wel heel belangrijk is dat je de diepte pakt van minimaal de watergang en nog iets dieper. Want als je in één keer hier zou stoppen, dan loop je de kans dat ze er onderdoor graven. En dan ben je nog verder van huis, want dat heb je gewoon niet door. Wat ook een mogelijkheid is, is het toepassen van steenstort. En wat je daarbij moet opletten, in wezen hetzelfde, het moet diep genoeg worden aangebracht. En de steenstort moet niet te klein zijn, want vooral onder water kunnen bevers behoorlijk grote stenen gewoon verplaatsen. En dan kunnen ze er alsnog ingraven. Wat je ook kunt doen, als je de ruimte daarvoor hebt, is een oever vervlauwen. Dus in wezen, dit is de oorspronkelijke oever. En je maakt hem flauwer richting het taluut. Het voordeel daarbij is dat je de stijlranden kwijtraakt. Want dat zijn juist de aangrijpingspunten voor bevers om te beginnen met hun graverij. En zorg dan ook voor dat hier geen houtige begroeiing op staat. Want dat maakt het alleen maar aantrekkelijker om daar te graven. Wat je ook aan kunt denken is het verlagen van de oever. Dat zie je in deze tekening. En zorg dan dat die zo laag is dat die bevers, ook al gaan ze hier graven, dat het heel snel instort. Ten eerste zie je dan heel snel dat er gegraven wordt en kun je dat verhelpen. Maar ten tweede is het ook zo van als het echt heel laag is, ja, dan is het voor die bevers ook helemaal niet zo interessant om daar te gaan graven. Omdat ze hier geen kamer uit kunnen graven. Het kan er wel voor zorgen dat de draagkracht van zo'n oever geringer is. Dus je moet even nadenken of je dan ook niet ander materieel, onderhoudsmaterieel nodig hebt. Als hier onderhoud moet plaatsvinden. Als je nou een kering hebt zoals die hier ligt met een sloot erlangs. En vooral als die sloot ook nog eens begroeid is met houtige vegetatie. Maar dat hoeft niet eens. Is dat erg aantrekkelijk om bevers om in te graven. Ook als dit een ruigteoever is of een rietoever kunnen ze daarin graven. In zo'n geval is het veel beter om zo'n watergang te verleggen verder van de kering af. En dan moet je toch wel echt minimaal 15 tot 20 meter aanhouden. En misschien liefst nog wel iets meer. Ja, als je dan op allerlei plekken ervoor zorgt dat je oevers ongeschikt maakt om te graven, dan is het toch ook erg handig, als daar bevers gewoon in dat leefgebied blijven zitten, dat je op andere locaties iets maakt waar ze juist heel makkelijk kunnen graven, zonder dat ze daar schade veroorzaken. Dus als je dat soort maatregelen treft, kun je ook heel eenvoudig locaties maken die juist ideaal voor bevers zijn om in te graven. Dat houdt in wezen in dat je een oever maakt die steil loopt en ook onder water wat steiler doorloopt. Het liefst hier iets van een meter water. Een lichte verhoging die je dan ook weer een beetje inplant met houtige vegetatie. Dit soort situaties
vinden bevers ideaal om een burcht of een hol te construeren. En door zo het landschap op een iets andere manier in te richten, kun je dus heel veel problemen voorkomen bij normale waterstanden. Bij hoge waterstanden, dan zul je toch iets met hoogwatervluchtplaatsen moeten doen. Wat je hier ziet is een hoogwatervluchtplaatsje, dus gewoon een probeerseltje bij Zwolle in het Engels Werk, voor de mensen die daar bekend zijn. Hier is een paar jaar geleden een bosje aangeplant en in dat bosje hebben we een 2 meter hoge hoogwatervluchtplaats ingelegd. Dat is niet voldoende bij de echte hoogwater, dan gaat het echt onder water, maar het was gewoon even een probeersel. En het grappige was, de eerstvolgende winter was het inderdaad een keer hoogwater. En je ziet hier al overal beverhout liggen en hier is een beetje gegraaf. Hier gebruikten ze dus een jaar na aanleg, gebruikten ze zo'n heuveltje al om daar een hoogwatertje uit te zitten. Maar goed, dit is spielerij. Als we het op een goede manier willen oplossen, heb je gewoon hogere hoogwatervluchtplaatsen nodig. Je moet natuurlijk altijd ook rekening houden met de doorstroombaarheid. En daar moet je gewoon naar kijken. Hè. Je kunt met stromingskaarten kun je heel goed zien welke delen van je uiterwaarden zo'n hoogwatervluchtplaats ingericht kan worden. Maar als er heel weinig ruimte is en heel veel stroming moet zijn, zou je ook kunnen denken aan drijvende hoogwatervluchtplaatsen. En vanuit de Zoogdierenvereniging willen we heel graag starten met proeven met dat soort middelen. En ik begrijp van Rijkswaterstaat, een aantal waterschappen, dat ze daar wel interesse in hebben. Dus we hopen daar binnenkort eens wat aan te kunnen gaan doen. Nou, ik heb hier een aantal oplossingen gegeven. Er zijn nog veel meer oplossingen, ook voor andere probleemvelden, zoals knaagschade en natschade. En we hebben in 2018 voor Rijkswaterstaat is het een en ander op een rijtje gezet en in een voorbeeldendocument weergegeven. Dat is een PDF. Daar staan allerlei oplossingen in. Bijvoorbeeld wat betreft schade. Het is een PDF waar je linkjes in hebt. Door op dit soort linkjes te drukken kom je gelijk naar dat probleemveld. En er staat dan uitgelegd welke mogelijkheden die er nu bekend zijn, je dan tot je beschikking zou kunnen hebben. En die is ook voor knaag, natschade en graafschade. En die is er ook in preventie. Dit is niet compleet. Het budget was niet eindeloos, dus we hebben ook niet alles kunnen bespreken. Dus wat ons betreft gaat dit ook nog verder uitgewerkt worden. En je kunt hier ook bijvoorbeeld preventie en natschade, kun je hier ook nog wel wat zaken bij verzinnen die zouden kunnen werken. Dit is een openbaar stuk. Kun je gewoon bij Rijkswaterstaat opvragen of bij ons. Dan kan dat rondgestuurd worden. Dat is niet zo'n probleem. In wezen is er nog wel een probleem waar we mee zitten. En het is echt een serieus probleem. En ik vind dat we dat gezamenlijk moeten oppakken. Want dan kunnen we denk ik ook het verst komen. En ik kan me voorstellen dat jullie nog wel met vragen zitten. Oké, Vilma, geweldig. Mooi verhaal. Heel interessant. Beste kijkers, links van ons of rechts van ons of in het midden. We hebben een chatfunctie. En er is al wat vragen op de chat gezet. En dat mag meer, zou ik zeggen. Ik bedoel, er zijn 70 deelnemers. Dus wij verwachten iedere twee, dus minimaal 140 chats. Maak het ons moeilijk. Want we hebben beloofd dat we alle chats zullen beantwoorden. Ik zie mijn collega's al flink kijken naar de chats. Ik had nog zelf één vraagje om een beetje te starten. Je had het over drijvende hoogwatervluchtplaatsen. Ja. Moet ik een soort Ark van Noach voorstellen? Als je dat wil. Nee, kijk, ja. Vanuit het buitenland zijn er wel eens proeven mee gedaan. En dat werkte niet goed. Maar ik heb nog wat ideeën die we zouden willen uitwerken en eens in het veld proberen. Volgens mij kan het goed werken. Ook bijvoorbeeld zo'n situatie waar je in de Bemmelse Waard een territorium pal tegen de kering hebt zitten. Daar heb je niet zo heel veel mogelijkheden om daar iets met hoogwatervluchtplaatsen te doen, denk ik. Daar zou het best wel eens goed kunnen werken met een drijvende hoogwatervluchtplaats. Maar dan moet je met een ontwerper om tafel, dan moet het gemaakt worden, moet het geïnstalleerd worden en dan moet het natuurlijk ook gemonitord worden. Dat is minstens zo belangrijk. Ja, Bonsveld die geeft ook al aan, in het vorige hoogwater bij Rivierenland werden er heel veel op drijvende bomen aangetroffen of in bomen. Ja.
Is dat al voldoende of heb je echt al meer nodig dan alleen een boom waar ze op kunnen gaan zitten? Ja, dat denk ik wel. Want je ziet ook dat in hetzelfde gebied dus in de kering werd gegraven. Ja. Dus blijkbaar hebben die bevers meer nodig. Ik ken langs de IJssel als een situatie, ik heb die foto niet hierin opgenomen, dat bevers liggen ook heel graag op legers bij normale waterstanden. Het is gewoon een kuiltje in de grond. En soms bekleden ze dat nog met houtsnippers. En ik kwam in de vreugderijke waard langs de IJssel, kwam ik een leger tegen in een willig. En dat leger was zo groot, helemaal gebouwd van takken, gewoon een groot vlot in een boom. Daar kan een hele familie op zitten. Bevers doen dat wel, maar niet vaak. Vaak zie je dat het kleine nestjes zijn in een willig of in een struik. Maar blijkbaar is dat niet voldoende, want er wordt in de kering gegraven. He, want in die polder waar gegraven werd, en dat is volgens mij al 2 keer gebeurd met hoogwater, staan overal bomen en struiken. Maar je loopt dus toch het gevaar, als je niet een goede hoogwatervluchtplaats hebt, dat ze toch je kering ingaan. Dus dat moeten we wel serieus nemen. Er komen een aantal vragen terug met gericht op de maatregelen. In hoeverre is het voldoende als je 15 tot 20 meter voorland aanlegt? In combinatie met een paar hoogwatervluchtplaatsen. Maar er wordt ook ingegaan, is steenbestorting niet een goedkope oplossing voor het tegengaan van graverij? Dat kan. Ik denk dat je per situatie gewoon moet bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dat je een stukje maatwerk levert. En het lijkt me heel verstandig om daar vanuit de efficiëntie ook gewoon een kostenplaatje bij maakt. Om te kijken wat ook het goedkoopste is, wat wel functioneel is. Want het moet natuurlijk wel werken. Je kunt een goedkope oplossing verzinnen, maar als je van tevoren al weet van ja, weet eigenlijk niet of het wel goed gaat werken. Dat is natuurlijk ook maar even, ja, daar ben je ook niet echt lekker bezig, denk ik. Ik heb wel eens begrepen met steenbestorting dat ze bepaalde stenen gewoon nog aan de kant kunnen duwen. Ja. Hoe sterk is een bever? Ja, ik kan je niet zo zeggen van zo. Kijk, daar staat hij. Maar ja, een volwassen bever zit zo rond de 25 tot 30 kilo. En onder water is natuurlijk, is dat niet de wet van Archimedes, geloof ik? Dan wordt het een en ander wel makkelijker om te verplaatsen. En ze hoeven het natuurlijk ook niet boven water weg te stouwen. Nee, ze rollen het gewoon aan de kant. Dus als je steenstort neemt, dan moet je het of zetten, echt. Hè, met basaltblokken doen ze dat volgens mij wel eens. Of je moet echt gewoon wel grote stukken gebruiken. Wat ook kan, is een combinatie van gaas met daar stenen opgestort. Maar ja, gaas heeft natuurlijk ook weer zijn nadelen. Ik hoor ook van steeds meer waterschappen dat ze eigenlijk liever niet milieuvreemde materialen inbrengen. En gaas, verzinkt gaas, ja, dat erodeert natuurlijk ook wel. Dat materiaal krijg je in je grond. Hoe duur dat zo is, dat soort preventieve maatregelen? Henne Ticheler die heeft wel eens een overzichtje gemaakt. Volgens mij is Henne er ook aanwezig vandaag. Die heeft wel eens een overzichtje gemaakt van wat de kosten allemaal zijn. Ik heb ze niet in mijn hoofd zitten. En heb jij ze? Ik zie je zitten. Je hoort nog. Hallo, ben ik te horen? Ja. Ben ik te horen? Ja. Ja, ik heb de kosten ook niet zo in mijn hoofd, maar ik denk maar aan 20.000 tot 40.000 euro per kilometer waterkering. Daar zit je al snel aan. Maar ik heb inderdaad een overzichtje in het beverprotocol dat op internet staat. daar kan je het nakijken. Ik kan het ook wel even opzoeken nog tijdens deze meeting. Ja, heel graag. En dan mogen wij het dan met verslag mee sturen, Henne? Vind je dat goed? Jazeker. Ja. Ja, heel fijn. Een hele andere soort vraag die een paar keer terugkomt. We doen ons best om zo'n beetje alle vragen te beantwoorden, maar dat gaat zeer waarschijnlijk niet lukken. Maar we gaan in ieder geval selectie maken. Hoe groot is een territorium en hoeveel bevers heb je eigenlijk maximaal in een gebied? Kun je daar wat over zeggen of wat de randvoorwaarden zijn? Ontzettend lastige vraag. Als je naar de gegevens uit West-Europa kijkt, dan zie je een gemiddelde van ongeveer 4,5 kilometer oever. Dus een waterloop van 2,25 kilometer voor één territorium. Maar dat hangt zo af van de kwaliteit van het territorium. En een kwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid houtige begroeiing die eetbaar is. Want niet alle bomen en struiken zijn eetbaar. Of er waterplanten zijn zoals gele plomp. Of er heel veel kruiden zijn.
Of er landbouw wordt gepleegd met mais en bieten. Dat scheelt ook. En we zien in bijvoorbeeld in een gebied als de Ooipolder, waar die bevers al heel lang zitten, hè, die zijn daar vanaf 1994 uitgezet, dat die gebieden soms heel erg klein kunnen zijn. En dat is ook niet zo heel vreemd, want op een gegeven moment zijn de goede plekken vol. Daar zitten dan overal bevers. En dan is er nog ergens een putje van nou, een paar honderd meter oever. Ja, als je niks anders hebt, ga je daar toch zitten. Dus ook in dat soort kleinere plekken kunnen ze gaan zitten. We zien het nu ook al in Brabant, binnendijks, dat ze op een plek opduiken waarbij ik vroeger zou denken van ja, wat een idioot die bever, wat moet hij hier? Maar hij heeft niks anders meer. En het is dan niet zo dat dat een oneindig bestaand territorium is. Nee, op een gegeven moment is het voedsel op en dan zullen ze daar weg moeten gaan. Maar het is dus heel moeilijk om te zeggen van daar gaan ze wel zitten en daar gaan ze niet zitten. Als er houtige begroeiing is die ze kunnen eten, ga er maar gewoon vanuit dat ze er uiteindelijk wel gaan komen. Maar als je het nou omdraait, hè, want je had het over de gele plomp en over wilg en houtige begroeiing, dat trekt ze aan. Ja. Maar heb je nou ook iets wat ze afstoot? Ja, als je het allemaal weghaalt. Dat stoot ze het aan. Ja, maar, is niet, maar dat mag niet zomaar. Maar niet met geuren of zo, weet je. Dat je sommige beesten ja. Verleiden ze ook naar de ene plek of stoot ze af door geursporen ja, te kijk, doen. Kijk, als je iets met geur zou doen, wat bekend is van bevers, is dat ze het niet leuk vinden als er wolven zitten. Maar ik denk niet dat je bevers gaat verjagen als ze al ergens gevestigd zijn met wolvengeur. Wat misschien wel zou kunnen werken, is als er nog geen bevers zijn en je dan wolvengeur toe gaat passen. Maar het lijkt me een hele bewerkelijk iets. Ja. Maar het zou wel een leuk experiment zijn. Het zou ik wel aan meewerken. Ja. Er werd ook een vraag gesteld vanuit waterschap Delfland. Daar werd 3 weken geleden ook heel enthousiast verteld door de dijkgraaf dat de eerste bever in het gebied gesignaleerd is. Ah, Delfland. Daar werd aangegeven, goh, wij zitten vooral binnendijks. We hebben niet zoveel uiterwaarden. Wat voor soort graafschade of beverschade schat je in dat daarvoor kan komen? Knaagschade, dus omknagen van bomen die dan of in je watergang vallen. Dat is het minst grote probleem. Maar ook knaagschade doordat bomen op wegen vallen of op gebouwen. Natschade, in sommige gevallen bouwen ze een dammetje. Dat zijn watergangen meestal tot 1,05 meter breed. Dan kun je dus natschade krijgen. Maar we zitten dan in laag Nederland. Hè? Dat is een compleet andere categorie. En er gaan wat mij betreft hele andere regels gelden. Die regels zijn er nog niet. Maar je moet echt voor laag Nederland moet je heel diep nadenken in de boezemgebieden. In alle gebieden waar je watergangen hebt die boven de omgeving uitliggen. Of je daar wel bevers moet hebben. Meestal zijn die kaders van die watergangen die daar boven het maaiveld liggen, dat zijn maar hele kleine kadertjes. Als daar bevers in gaan zitten, gaat het gewoon mis. In Noordoost-Nederland wordt er daarom ook voor gekozen om naar een bevermanagementplan te gaan met een nuloptiegebied. Dus dat je daar in bepaalde zones, in het lagere stukken van dat gebied, geen bevers tolereert. Dus een nuloptiegebied voor bevers. En het lijkt me heel logisch dat het in Friesland sommige delen is, in Noord-Holland, in Zuidland, Utrecht. Dus wat ik die provincies en die waterschappen zou aanraden is, laat een risicoanalyse uitvoeren in welke gebieden misschien wel nuloptiegebieden moeten worden. Dat je daar die bevers echt uithoudt. Anders ga je echt problemen krijgen met grote schade. Ik vraag met Ilona Thewes van Delfland had deze vraag min of meer gesteld. Hè? Ilona, is dit een beetje een antwoord waar je wat mee kan? Ja, absoluut. Ja, dankjewel. Heel fijn. Wil je nog een verdiepende vraag stellen? Want nu is hij gratis en anders moet je ervoor betalen. we zijn een bever projectgroep gestart. Nadat de eerste bever was gesignaleerd en zijn eigenlijk alle beverprotocollen aan het vergelijken die er al zijn. Om te zien wat we met de bever willen in Delfland. Ik ben zelf bezig met in mijn achtergrond is in de ecologie en gids. Ik wil proberen om een habitatgeschiktheidsanalyse te doen om te zien hoe ver we daar zelf al mee komen. Dus daar ben ik nu mee bezig.
Een hele logische tip. Probeer niet zelf weer opnieuw het wiel uit te vinden. Want dat wordt al heel veel gedaan bij de waterschappen, is mijn mening. Ja. En je moet juist gebruik maken van de ervaringen die andere waterschappen en andere organisaties al hebben. Dan kom je veel verder mee. En maakt het ook goedkoper. Ja. Maar dan komen we straks misschien nog op dat punt, toch? Ja. Dan zag je een vraag vanuit Vlaanderen van Piet Thijs. Piet, zou jij je vraag even toe willen lichten, alsjeblieft? Ja. En nu, waar is Piet? Ja. Hallo. Hallo. Ja, ik had niet echt een vraag, eerder een mededeling. Wij merken op een bepaalde waterloop bij ons ook stevige graafschade. En we hebben gemerkt dat in de monitoring op de zones waar er oude afgesneden meanders zijn, langs de waterloop, dat de bevers zich daar gaan vestigen. Het waterniveau is daar stabiel en eigenlijk is de schade dan beperkt. Nu, er zijn ook stukken waar geen meanders zijn en het probleem is dat daar dan wel stevige graafschade is. En daar hebben we nu gewerkt door breuksteenbestorting dus aan te brengen en dat lijkt voorlopig wel te werken, maar het is pas vorig jaar gedaan, dus het blijft wel opvolgen. Lijkt me verstandig, ja, want vooral omdat je nu hier met dit soort methoden voor het eerst gaat werken, kan ik me voorstellen dat je ook niet altijd even zeker bent, hebben we dit wel op de goede manier gedaan. Dus het lijkt me heel verstandig om dit te monitoren, zodat als het toch niet helemaal goed gaat, dat je dat wel op tijd door hebt. Want als je denkt van oké, dit zit wel goed en het zit niet helemaal goed, ja, dan kun je in één keer voor een enorm groot probleem staan, omdat er toch een dijkdoorbraak komt. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Ja. Dus die monitoring lijkt me heel erg belangrijk, totdat je zeker weet van, nu hebben we het goed gedaan. Er kwam net ook een reactie voorbij qua monitoring, om te kijken op het moment dat je hoogwater hebt, om dan patrouille in te zetten, om mensen specifiek te laten kijken. Daar waar ze bij Rivierenland zijn ze daar onder andere mee bezig. Ja. Er kwam ook een vraag voorbij. Er wordt heel veel gesproken over op het moment dat je je terrein aan het inrichten bent. Wat doe je op het moment dat die er al zit? Wat zijn dan de spelregels? Dan maak je eigenlijk dezelfde analyse. Je gaat eerst kijken van hoe zit het terrein in elkaar? Is het in de uiterwaarden? Zijn er hoogwatervruchtplaatsen? En aan de hand daarvan maak je dan een plan op van waar de knelpunten zitten en hoe je die kunt oplossen. Dus eigenlijk is het niet zo heel veel anders als als ze er nog niet zitten. Maar even een vraag. Ja, Nederland wordt redelijk op de schop genomen. En België ook, denk ik, over met HWP, hoogwaterbeschermingsprogramma, zeg maar. Ja. En nu wordt SEC naar de dijk gekeken. Hè? Maar dus jij adviseert eigenlijk dat plekken waar nu al bevers zijn en je bent ook met een versterkingsopgave bezig, om dat iets te verbreden naar dit soort aspecten, of niet? Zeker. Ja, ik adviseer dat al jaren. Helaas is het afgelopen jaren nauwelijks naar geluisterd. Dus dat is allemaal verloren tijd. Maar laat het positief. Je hebt nu een platform om... Ja, precies. Maar je bent me te snel af, Ludo. Er zijn veranderingen gaande, merk ik gewoon. Ik merk gewoon vanuit een aantal waterschappen dat ze hier toch iets mee willen. Vanuit waterschap Rivierenland heb ik wel dat soort geluiden. AMA's, daarvoor word ik nu ingeschakeld om mee te kijken met een dijkverzwaring. Dus hebben we ook al adviezen gegeven. Stichtse Rijnlanden hebben we ook al contact mee gehad. Die zijn met een dijkverzwaring in voorbereiding. Die willen ook graag wat advies hebben, lijkt het erop. Dus het lijkt erop dat er beweging komt en daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat we daar met z'n allen een heel eind verder mee kunnen komen. Oké, we hebben nog ruimte voor twee vragen. Mag ik daar iets aan toevoegen? Sorry. Wij merken bij Waterschap Rivierenland. Daar hebben we het in het ontwerpinstrumentarium primaire waterkeringen opgenomen dat bij dijkverzwaringen preventieve maatregelen genomen moeten worden. Dus ook inventarisaties vooraf. Nu blijkt dat bij het HWPP, het hoogwaterbeschermingsprogramma, vinden ze dergelijke preventieve maatregelen niet subsidiabel. En dat brengt wel weer de discussie op gang van gaan we dan preventieve maatregelen nemen of wachten we totdat het probleem zich voordoet en gaan we dan reactief maatregelen nemen. Dat zou wel een echt gemiste kans zijn. Zeker. Dus wij proberen ook nog wat te lobbyen, maar dat zou
misschien ook vanuit andere waterschappen moeten komen, of vanuit de Unie. Of vanuit andere organisaties. Daar wil ik ook wel op inhaken, want we zijn inderdaad nu met de basisspecificaties voor dijken bezig. Vallei en Veluwe is daar een actief trekker in. En daar worden ook zaken opgenomen van hoe ga je om met bevers. En er zijn een aantal waterschappen bij aangehaakt. En een van de vragen was ook precies wat je aangeeft. Kunnen we bevermaatregelen al erin zetten waarvan het HBP dan niet meer de discussie gaat voeren? Is dit wel subsidiabel of niet? Omdat het bij zoveel waterschappen een probleem vormt dat dit eigenlijk gewoon een randvoorwaarde is voor een stabiele en sterk genoeg waterkering. Okay. Dus Vallei en Veluwe, maak je borst maar nat met de BSD. Gaat hier wel goed. En ook naar nog de laatste vraag. En ik denk dat aan zich Bart Vonk heeft nog wel een interessante vraag. Bart, wil je die even toelichten alsjeblieft? Ja, dat is eentje die ik al vaker heb gesteld, maar ik weet bijvoorbeeld Schiphol had heel veel last van ganzen die dan in die vliegtuigmotoren komen. En die hebben ontdekt dat als je laserlicht op een bepaalde manier gebruikt, die beest gewoon daar niet naartoe gaan. Sorry, ik zou mijn beeld ook aanzetten. Nee. Dus ik heb al een paar keer de vraag gesteld van, kun je ook dat niet uitzoeken bij bepaalde dieren of die voor een bepaald geluid of toonhoogte, dat ze denken dat vinden we niet fijn en we gaan weg. Dus als er zo'n hoog water is die misschien een paar van die dingen neerzet en dan eigenlijk je kwetsbare plekken beschermt. En als laatste voorbeeldje denk ik, we weten dat de jeugd die zich ophoudt in supermarktcentra's en zo goed bejaagd worden met klassieke muziek. Dus, Nou, dat gebeurt in het westen van het land, begrijp ik, Bart. Sommigen hebben normaal ervoor. Ik ben bang dat het juist bevers gaat aantrekken, dus ik denk eerder dat je house moet gebruiken. Oké. Okay. Ik vind het wel een interessant onderzoeksvraag, want daarmee ben je van mij diervriendelijk en preventief bezig. En het zou ook lucht of geluid of geur of wat dan ook. Het is een interessante gedachte, maar wat je toch vaak ziet bij dieren is dat ze op een gegeven moment aan dingen wennen. Maar het is wel een interessante gedachte waar we misschien wel eens naar kunnen kijken. Het is ook wel een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Bart. Ja. Want daar gaan we inderdaad in op wat voor onderzoeken zijn er uitgevoerd. Was ook vooral mijn behoefte om te kijken van wat is er door alle waterschappen en andere organisaties in Nederland eigenlijk al gedaan. Geur en geluid, dat is het vraagteken waar ik mee af wil sluiten. Omdat dat nog niet voldoende is onderzocht volgens mij. Of in ieder geval, daar heb ik niet zoveel over kunnen vinden. We hebben zelf bij ons voor de konijnen hebben allerlei geurbuizen. En ik heb ooit een keer met mijn neus erboven gehangen en toen rook ik niks. Dus ik zei, dat valt wel mee. En toen heb ik een paar weken later er weer boven gehangen toen die aangevuld waren. Dat was een verschrikking. Maar de konijnen zitten er nog steeds, want die zijn inderdaad op een gegeven moment gewend geraakt aan de geur. En die accepteren het, want het is wel een plek waar ze lekker kunnen graven. Jongens, meiden, dames ook. Even stel voor dat jullie virtueel klappen en dan klappen wij hier in de studio live. Applaus.